Breda Nu. Je weet het meteen. Gilde de Baronie organiseerde bij Zaal Vianden in het Ginneken een hobbybeurs. Exposanten demonstreerden hun hobby's en ambachten zoals portretten tekenen, modellen bouwen van Meccano, schilderen, edelsmeden en nog veel meer. Volgens mij bent u aan het tekenen, hè? Ja, ik doe portretjes tekenen, 10 minuten portretjes. 10 minuten portretjes? Ja, en dan probeer ik u zo leuk mogelijk erop te zetten. Dat geloof ik. Maar als ik nou een klein beetje rondloop, kunt u mij dan toch ondertussen tekenen, dat ik straks even terugkom? Ja hoor, dan loop ik wel een klein beetje mee en dan maak ik wel wat schetsjes. Ik zal eerst eventjes gaan zitten. Ja. Ik zie staan edelsmeden met oud bestek. Dat klopt. Wij maken sieraden en standaards en noem maar op. Maar alles van oud bestek. Dus van oude lepels en oude vorken. En wat ik hier zie, zijn dat de voorbeelden daarvan? Ja, alles wat hier staat is oud bestek. Dus kandelaars van aardappellepels, ringen van steeltjes, van lepels. Frans Dullemeijer, wat is Frans Dullemeijer allemaal aan het doen? Nou, ik ben bezig om dit reuzenrad eens een beetje af te stellen, want hij is een tikkeltje onwillig in de goede werking. Nu is het net kermis geweest in Breda. Dan zijn we weer een beetje op de kermis, hè? Ja, maar deze komt niet uit Breda. Komt hij dan vandaan? Deze komt uit de Bergen-op-Zoom. Ik kom zelf net teleur, maar deze komt uit Bergen-op-Zoom. Hij staat in het Markiezenhof. I am dreaming of a white Christmas, dit of niet? Ja, dit is voor Christus. Ja, dit is voor Christmas. Het is een snaarlak. Ja. Ik dacht al, het ruikt zo vreemd. Ja, en daar verf ik mee. Dit is allemaal van nagellak dus? Ja, dit is allemaal van nagellak. Je zei ik nooit dat die dingen beschilderd werden. Wordt dat altijd met nagellak gedaan? Weet ik niet. U doet het met nagellak. En dan ben ik natuurlijk benieuwd hoe dat die tekening geworden is, hè? Signeren voor u. Ah ja, nou ik zie mezelf in ieder geval wel in. Dankjewel voor het compliment. En ik hoop dat u blij mee bent. En succes verder hier. Ja hoor, het zal wel lukken denk ik. Breda Nu. Je weet het meteen.